En ik heb de making of. Jij moet mee. Lekker te ontbijten. En vanmiddag gaan we lekker een middagdutje doen. Kan dat dan heel heet gaat worden. Lekker. Eerst. En ik heb hier een lieveheersbeestje open. Die zit daar. Goedemorgen. Het is dinsdag. Woensdag. Nee, mama. Ja, het is woensdag al. Welke dag was het gisteren? Dinsdag. Ja, de vakantie vergeet. Ik vergeet de dagen normaal altijd wel een beetje. Weet je maar het is over die lieveheersbeestje. Wat is er dan? In een spinnenweb. In een spinnenweb. En je had hem gered. Ja, het hoort wel bij de natuur. Kom mama, kom kijken. Oh, ik moet even komen kijken. Nou, Sarah, de geredde lieveheersbeestje. Ik ben lekker scherp. Is dus aan het op. Ja, die wordt opgegeten. Die hangt in een spinnenweb met spin eromheen. Dus dat is klaar. Maar het hoort maar er wel bij. Maar gelukkig is die andere niet gebeurd. Nee. We zijn best wel vroeg wakker. Met het hete weer is het wel fijn. Dan kunnen we nu even dingen doen. En dan, als het heel erg heet is, hoeven we helemaal niks te doen. Want het wordt vandaag waarschijnlijk zo'n 37 graden. Dus we gaan even opschieten, even de deur uit. Nog even boodschapjes doen. En het is nu 36 en daarna wordt het 37. Nou, en nu hoe oud is papa? Oh, maar het is nu nog geen 36 graden. Ja, je hebt je spinnen weer, hè? Dus we gaan even opschieten en dan voor de echte hitte weer terug zijn. We hebben boodschap gedaan nou in die auto en het is gewoon 46,5 graden in deze auto. Maar goed, we hebben alles en we gaan nu lekker naar huis. En ik heb een eigen sleutel. Ja, nee, je hebt een eigen sleutelhanger voor je met een muntje. Van een karretje. Van dan kan je dat voortaan in je eigen handtas meenemen. Nou. Oh, die airco moet echt. Dan hoef jij geen muntje meer mee te nemen. Nee, niet als ik met jou ben. Koel af. Dat is leuk. Want dan ben je een paar minuten thuis en dan is het 1 graden in de auto. Het zwembad roept ons. Nee, we kunnen duidelijk niet meer in de schade parkeren, maar het maakt niet uit, want als het goed is, zullen we vandaag niet meer met de auto. Dus dat scheelt je. Ja. Maar dit is waarom jij nooit in de auto van mij mag blijven zitten met dit weer zo. Dan wordt het zo heet, dat is echt heel gevaarlijk. Dan moet je altijd de auto uit dan. Nou, we zijn weer bij het zwembad en ondertussen is Kinder ook. Oh, ik vind jullie echt stoer. Ik vind het altijd zo koud. Lekker knijpen tegen die zon. Dit is echt genieten, jongens, met dit weer. Nou, het is echt wel afkoelen, hè? Oh, dit is zo lekker. Ik kom gewoon uit de auto. Geen airco, jongens. Dus dit is Sola was het. Heerlijk. Hoor je dat? Het was een Sola. Lig je lekker? Zal ik het ook weer eens proberen? Ja. Ja? Mama heeft dat zo koud. Oh. Kijk eens hoe stoer! Oh, en ik vind het zo koud. Ik ben echt koud klim. En we hebben nog een grote vriend op bezoek. Hij is echt wel groot trouwens, hè? Ja. Had ik ze wel groter gezien, maar... Oh, daar gaat hij. Gezelligheid hier. Kim is naar huis. Sarah ligt op bed. En Marco ligt thuis slapen. Dus, nou, ik ga maar editen dan. Zet ik naar thee, zie ik gewoon in de keuken dat ik gewoon een hele mierenplaag heb hier. Kijk, ze lopen. Volop irritant.
Nou had ik nog lokdoosjes. Voorbereid mens telt voor twee. Dus gelijk neergelegd, maar serieus. Eerst een vliegplaag, nu een mierenplaag. Echt word ik heel vrolijk van. Oh ja, en een mieren of een muggenplaag, want ik werd ook helemaal lek gestoken. Dat vind ik dan echt wel weer het grote nadeel van de zomer. Ik maak even het laatste stukje van mijn vlog af en dan kan ik ook lekker naar mijn bedje. Klaar! Ik ga lekker slapen. Tot morgen!